Hoi, je kijkt naar een gloednieuwe, super toffe Slime Sunday video. En vandaag gaan we natuurlijk iets met slijm doen. Juist, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Want in de winkel kwam ik een aantal super toffe pakketjes tegen voor maar 1 euro. Huh? Of dat goede pakketjes zijn, dat is natuurlijk iets wat we gaan uitzoeken in de video van vandaag. Maar allereerst heb ik nog een super toffe challenge voor jou. Namelijk een hele snelle om deze video een duimpje omhoog te geven binnen 2 seconden. En ik ga je niet al te veel tijd geven, ik ga gewoon meteen aftellen. 2, 1... Ja, ik hoop dat het je is gelukt. Ik heb je natuurlijk niet heel erg veel tijd gegeven, maar ja, het is natuurlijk een challenge. En vergeet ook zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier blijf je namelijk altijd op de hoogte van elke nieuwe video die ik upload. En hoef je er nooit meer eentje te missen. Hoe ontzettend gaaf is dat? Nou ja, zoals ik al zei, liep ik dus laatst in de winkel en mijn ogen gingen echt zo naar een heel erg kleurrijk en leuk hoekje. Zo van, huh? Wat is dat allemaal? En er hingen allemaal verschillende soorten pakketjes vol met slijm en ingrediënten erin. En ze waren dus maar 1 dollar. Euro. Dollar. Nou ja, het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Het is in ieder geval super goedkoop. En dan ga je natuurlijk wel een beetje twijfelen van hoe goed kunnen ze nou eigenlijk zijn. Maar jongens, het ziet er zo uit. En dat moet je natuurlijk gewoon wel eventjes oppakken. Want, oh my goodness, kijk nou naar hoe ontzettend leuk ze zijn. Het speciale aan deze verpakkingen is dat het slijm al voorgemaakt is. En je stopt dus eigenlijk gewoon alleen de ingrediënten erin. Maar het ziet er zo ongelooflijk schattig uit. Dit is dus helemaal in het thema van unicorns en roze en glitters en sterretjes. En deze is in het thema van snoepjes en allemaal verschillende soorten lekkernijen met zelfs een lolly erin. Oeh, ik kan niet wachten om dat allemaal in het slijm te stoppen. Maar laten we gewoon beginnen met de unicorn versie allereerst. Zoals je kunt zien is deze verpakking in de kleuren paars en roze. Hartstikke vrolijk en inderdaad een eenhoorn thema. Ik kan niet wachten om te kijken wat er allemaal in zit. Dus dat hoeft natuurlijk ook niet. Laten we gewoon meteen openmaken. Oeh. Normaal gesproken is kant-en-klare slijm niet zo heel erg goed. Dus ik ben eigenlijk gewoon super nieuwsgierig naar hoe goed deze slijm gaat worden. Zo, de eenhoorns. Oeh, oh, ze vallen er gewoon allemaal uit. Dit is zo super schattig. Het is allemaal gewoon een mini-mini. Ik hou hiervan. Wat een ongelooflijk schattig en leuk pakketje. We hebben dus allereerst deze super leuke, geweldige eenhoorns. Ik heb ze dus in het paars en in het geel. En ze voelen heel erg rubberig aan. En op zich best wel van goede kwaliteit. Je kan echt wel zien dat het een eenhoorn is. Dus dat is goed, toch? Denk ik. Ik weet het niet. Vervolgens hebben we deze kraaltjes. Nou ja, deze balletjes vind ik eigenlijk niet zo heel erg leuk of bijzonder. Qua kleuren ook niet zo ontzettend geweldig. Dus, oké. En als allerlaatste deze prachtige glittersterretjes. Wow, zo ontzettend heerlijk. Dit is absoluut mijn favoriet. En het zijn er ook echt een heleboel. Dus ik wil dit zo graag in het slijm doen. Maar allereerst gaan we maar gewoon eventjes het slijm testen. Oeh, dat gaat allemaal best wel makkelijk. Het is echt een doorzichtige slijm. En je kan heel erg goed gewoon de bodem hier doorheen zien. Wauw, het ziet eruit als een soort van pudding. Ik ga dat nu gewoon eventjes verpesten door mijn vingers erin te stoppen. Oké. Here we go. Wow. Oh, dat voelt zo ontzettend fijn en lekker aan. Kijk nou. Oeh, wat een geweldige slijm. I like it. Het is echt een hele mooie kleur roze. Wow. Wow, hier aan de onderkant zitten ongelooflijk veel glitters. Oeh, I like it. Oké, het is totaal niet plakkerig en voelt heel erg goed aan. Maar hoe goed kan ik het uitstrekken? Dat is nog maar de vraag. Dan gaan we het nu stretchen. Dit gaat zo ontzettend boven mijn verwachtingen. Kijk nou naar hoe ontzettend gaaf dit slijm is. Het voelt super fijn aan. Ik ben hier ongelooflijk van onder de indruk. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Een beetje Barbie roze, maar tegelijkertijd ook doorzichtig. Hoe is het mogelijk? En dan gaan we natuurlijk door naar het toevoegen van de ingrediënten. Ik begin gewoon maar eventjes met de kraaltjes. Want deze vind ik het minst spannend. Dus die strooi ik erop. Zo. Oh, nou qua kleur zien ze er eigenlijk best wel leuk uit. Kom op, deze laatste 2 kraaltjes nog even. Ah! En kan ze er nu gewoon lekker indrukken. Oh, dat voelt zo ontzettend lekker en fijn aan. Wat heerlijk dit, jongens.
Oh, dat is echt heel erg fijn. Alle kraaltjes zitten er nu al helemaal in verwerkt. Dus dan gaan we door naar het toevoegen van de eenhoorns. Ik leg ze zo tegenover elkaar gewoon er lekker in. En dan gaan we ze erin drukken. Helemaal het slijm in als een eenhoornverrassing. Woe! Nu is het wel een echte officiële unicorn slijm natuurlijk. Het is roze, er zitten eenhoorns in. En dat maakt het allemaal gewoon super magisch en leuk. Maar om het helemaal af te maken, moeten we ook nog deze sterretjes erin doen. Ik hoop dat het een beetje leuk wordt. Ik strooi het gewoon als een laagje eroverheen. Zo cool! Wow! Nog meer, nog meer. Yes! Dit is zo prachtig. Oké, ik kan niet alles in één keer. Dus ik druk er maar gewoon even op. Oh, dat is echt heerlijk om het er zo in te verwerken. Oké, de meeste sterretjes zitten daar nu in. En dan doen we er nog een laagje bovenop. Zo, alles eroverheen. En dan weer in het slijm drukken. Het slijm zit nu echt overvol met hele prachtige sterrenglittertjes en met een eenhoorn. Kijk nou, hoe leuk! Het is steeds weer een verrassing. Nu kunnen we natuurlijk nog eventjes uit het bakje halen en er nog één keertje mee spelen. En natuurlijk hartstikke lekker uitstrekken. Ik vraag me af hoe de sterretjes over het slijm worden verdeeld. Wow! Wow, kijk, wat een verschil met hoe het slijm er eerder uitzag. Ik weet niet welke ik eigenlijk leuker vind. Ik vind ze alle twee super geweldig en die sterren maken het helemaal af. En af en toe zie je er gewoon een unicorn in verschijnen. Het toevoegen van de ingrediënten was echt super tof. Het ziet er zo ontzettend prachtig uit. I love it, y'all. Hier is het volgende slijmpakketje. En vergeleken met die eerste heb ik hier natuurlijk wel hele hoge verwachtingen. Wat? Hele hoge verwachtingen voor, maar het is van een ander merk. Dit is namelijk Slimy Gloop Mixums. Of dit net zo'n goede slijm gaat worden, dat gaan we natuurlijk nog maar uitvinden. Maar dit is in ieder geval in het thema van snoepjes en lekkernijen. Het ziet er super mega kleurrijk uit, dus laten we maar gewoon meteen openmaken en kijken wat er precies in zit. Zo. Oeh. Oh, het slijm valt nu al op mijn schoot. Nee, kom maar eventjes hier staan. En dan hebben we deze dingetjes. Oeh. Oh, dit is zo schattig. Oké, laat ik alles er eventjes uithalen. En de verpakking natuurlijk lekker eventjes weg. Woe! Zoals je kunt zien hebben we dus een super leuke lolly. Kijk dan. Dit gaat dus gewoon het slijm in. Het voelt hard aan. Het is dus niet helemaal zoals de unicorns. Oh! Dit stokje is alleen wel een beetje zacht. Wat grappig. En dan hebben we hier natuurlijk ook nog een lekker ijsje. Deze ziet er van deze kant hartstikke leuk uit. Maar het heeft niet echt een achterkant. Het ziet er een beetje raar uit in ieder geval. Dan hebben we hier een soort van sprinkles. Maar dit is natuurlijk niet echt om te eten. Dit is om in je slijm te stoppen. En als allerlaatste deze geweldige kleurrijke balletjes. En dit zijn piepschuimballetjes. En dat betekent dat het waarschijnlijk de bedoeling is om van dit slijm vloom te maken. Maar hoe gaat het slijm aanvoelen? Dat is natuurlijk ook nog maar eventjes de vraag of het goed is. Dekseltje eraf. Oh, dit is al meteen een beter bakje. Want het dekseltje schroef je er dus op. Wow, het slijm voelt echt heel anders aan. Het is een stuk steviger, maar niet per se slechter. We gaan maar gewoon eventjes kijken hoe dit aanvoelt. Oeh, het voelt al wel een stuk nattiger aan. Ik ben er iets minder fan van dan die ander, maar op zich niet heel erg slecht. Laten we gewoon even kijken of we het goed kunnen uitstrekken. Here we go! Woe! Oh, hey, je kan het best wel goed uitstrekken. Het ziet er ongelooflijk tof uit. En nu dat het uitgestrekt is, heeft het een beetje een roze tintje, maar het is voornamelijk paars. Het is niet plakkerig en je kan het goed uitstrekken, dus op zich is dat wel gewoon goed natuurlijk. Laten we nog even wachten met deze dingetjes, maar als allereerste de sprinkles toevoegen, want hier hebben we eigenlijk het minst van. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dus, dat gaat makkelijk open. Oeh, wow. Wow, het lijken net sprinkles op een donut. Hoe ongelooflijk schattig is dit? Oké, ik ga het er meteen in verwerken. Zo, lekker erin drukken. Oh, nou dat gaat hartstikke makkelijk, jongens. Maar, zodra ik het slijm eroverheen doe, is het nu eigenlijk gewoon verdwenen omdat hij niet goed doorzichtig is. Dat is wel super jammer eigenlijk. Deze leg ik hier zo bovenop. Wow. Oh.
Oh my goodness, ik wil eigenlijk gewoon niet indrukken, maar dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ik ga beginnen met het ijsje. Deze druk ik helemaal onder. Doe je ijsje, je blijft alleen maar in het slijm zitten. En dan gaan we naar de lolly. Here we go, lekker doordrukken. Ah! Ah! Doei! Oh nee, we kunnen hem nu niet meer zien, dat is zo jammer. Ik ga het allemaal eventjes omdraaien. Misschien komt hij uiteindelijk... Oh, kijk! Je ziet een klein stukje lolly hier zo tevoorschijn komen. Hoe ontzettend leuk. Dan gaan we nu door naar het maken van het vloam. Oh, daar gaan we dan. Ik strooi deze super schattige kleurrijke balletjes hier zo over het slijm heen. Heel voorzichtig. Oh, oh, dat ziet er zo ontzettend leuk uit. Oké, nou dit is het eerste goede leuke laagje. En dan ga ik dit er maar eventjes een beetje in verwerken. Kijken wat er gebeurt. Oh, het klinkt best wel crunchy. Dat is super fijn. Het zit er allemaal redelijk in. De helft ligt ernaast, maar maakt ook niet uit. We gaan gewoon eventjes door met het volgende laagje. Zo, alles eruit strooien. Ja, zo. Woe. En dit gaan we er ook weer eventjes indrukken. Zo ongelooflijk heerlijk voelt het aan, jongens. Nou, alles is er allemaal best wel goed in verwerkt. En dan ga ik het er gewoon maar eventjes uithalen. En de allerlaatste stretch doen. Oh, zo spannend. Zo, woe. Oh, 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 kijk nou. De lolly zit gewoon in het midden. Woe. Oh, het ziet er wel heel erg pretty en leuk uit. Zo ontzettend kleurrijk. En je krijgt er gewoon spontaan een beetje honger van. Maar ja, slijm moet je natuurlijk nooit eten. Goed, deze video was zo ontzettend geweldig om te maken. Uiteindelijk moet ik natuurlijk nog wel eventjes zeggen welke van de twee mijn favoriet was. Ik vind het zo ontzettend lastig kiezen. Want alle twee de slijms zijn super geweldig en leuk en prachtig. Maar mijn voorkeur gaat toch naar deze uit. Want het slijm voelt toch net ietsje beter aan. En ik hou heel erg veel van de glittersterretjes. Uiteindelijk waren ze alle twee een succes. Ik ben heel erg blij verrast. En dit was absoluut mijn 2 euro waard. Yes! Woehoe! Nou, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent dat 1 ding. Je hebt de video helemaal tot aan het einde bekeken. Hoe ongelooflijk leuk. Er is een manier waarop je dat kunt bewijzen. Dat is namelijk door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, welke van de twee slijms vond jij het allerleukste? Ik ben zo ontzettend benieuwd naar je antwoord. Het is een lastige keuze. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!